Het is niet dat, dat ik over één nacht naar ijs ben gegaan. Daar denk je zorgvuldig over na. Dat is me voor het seizoen ook wel eens door mijn hoofd gespoken. En ja, toen had ik toch het gevoel dat ik door moest gaan. En dan ga je ook met volle kracht vooruit in zo'n seizoen. En anderzijds denk je, ja, het kost je wel steeds meer kracht eigenlijk. Waarom dan? Nou ja, omdat je continu eigenlijk een soort automatische knop indrukt. En ik denk dat het de beginnersgeest dat ook je heel veel energie geeft. En op dit moment denk ik, ja, het is misschien een beetje uitgewerkt. Het kost me nogmaals meer moeite om me continu 100% op te laden. En ik heb me altijd 100% opgeladen tot de laatste dag. Alleen op dit moment denk ik dat het voor Ajax en voor mij het beste is als we uiteindelijk de wegen gaan scheiden. Ja, en dan? Wat ga je dan doen? Op dit moment helemaal niks. Ik heb ook helemaal niks. Dat is ook helemaal niet zo erg. Want eigenlijk sinds mijn 14e dat ik bij Ajax kom, op Voorland dan in de Watergraafsmeer. Ja, is het dag in dag uit voetbal. En de meeste spelers die nu ook directeur zijn, die hebben meestal allemaal of 1 of 2 jaar zijn er even tussenuit geweest. Ik ben direct doorgegaan. En, kan je wel stilzitten? Nou, dat vroeg net een collega van jou ook. En misschien kan ik dat helemaal niet. Maar misschien is het wel eens goed om te ervaren. Je hebt wel eens gezegd dat je het wel voor je zou zien om hier 10 jaar als hoofdtrainer aan te blijven. Wanneer is voor jou dat omslagpunt gekomen dat je zegt van nee, toch niet die 10 jaar? Nou, eigenlijk gewoon dit seizoen. Ik denk dat gewoon, wat ik zei al, voor het seizoen had ik dat ook een beetje. Nou, vandaar dat ik ook zeg maar Orlando erbij gehaald. Ik wilde wat frisse wind, zeg maar, ook in de staf. Dus vandaar dat ik op dat moment heb gekozen of gaat nadenken, oké, moet het volgend jaar moet het weer zo? Kan ik het weer opbrengen om continu zeg maar volle bak te geven? Want dat hoort gewoon bij elke job, of je nou timmerman bent of coach van Ajax, je zal altijd 100% moeten geven. En ik heb gezien dat het me meer moeite kost. Nou, dat is ook helemaal niet erg om te constateren. En dan moet je gewoon je conclusies trekken. En dan is het beter voor Ajax en voor mij dat we beide een uitweg proberen zien te vinden. Heeft het dan ook te maken dat je misschien iets merkt aan de wisselwerking met de spelers, dat die veranderd is? Of dat misschien is uitgewerkt? Nee, ik denk dat wij een hele goede wisselwerking met de spelers hebben gehad. En juist nog meer tot elkaar zijn gegroeid dan voorheen. Je hebt er vanmorgen met de spelers gesproken over jouw beslissing. Hoe reageren zij? Nou ja, gewoon rustig. We hebben het aangehoord. Ik denk dat zij dat ook nog even moeten laten bezinken. Ik heb gezegd, het blijkt wel weer dat we een hele grote club zijn. Want het lag gisteravond al op straat. Dus dat vond ik aan de ene kant zeer jammer. Omdat ik jullie natuurlijk graag wilde als eerste vertellen. Maar jullie hebben die geruchten dan al een beetje gehoord. Maar ja, gewoon aangegeven dat ik ongelooflijk trots op ze ben. En dat we heel fantastisch hebben samengewerkt. En ja, dat het hier niet stopt voor mij, maar ook zeer zeker niet voor hun. En dat ik ze zal blijven volgen. Was het emotioneel? Nee hoor, dat valt best mee. Dat valt best mee. Ja, maar goed, je staat hier nu nog training te geven. Je gaat nog mee naar China, geloof ik. Ja. Alsof er niks aan de hand is. Maar ja, je bent al zo lang aan deze club verbonden. Kan je het je voorstellen, een leven zonder Ajax? Dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat er altijd een hele grote rood-witte rand zeg maar, om mijn hart zit. Dat zal altijd blijven. Daar kan niet doorgeknipt worden in ieder geval. Als je terug hebt, wat zeg je dan als absoluut hoogtepunt in al die jaren dat je bij Ajax hebt gezeten? Het is ten eerste dat je al hoofdtrainer wordt natuurlijk van je mooiste club van Nederland, in mijn ogen dan tenminste. En dat je uiteindelijk direct op je verjaardag de 30e landstitel binnenhaalt, waar we zo lang met z'n allen hebben op gewacht. En ja, die sfeer die heb ik een paar keer nog meer meegemaakt in het stadion, maar dat was iets wat je eigenlijk elke week graag wil terug laten voelen eigenlijk. En ja, dat was iets onbeschrijfelijk. En daarnaast, ik heb ook gezegd in een eerder interview, op de tweede plaats komen al die andere 3 kampioenschappen natuurlijk. Maar de eerste blijft natuurlijk voor mij toch wel het meest speciale. Ja, meestal de hand tegen de vraag is dan het dieptepunt. Is dat dan vanwege die energie die op is, dat het niet is gelukt de laatste keer? Ja, kijk, vorig jaar natuurlijk, voor het seizoen was een teleurstellend seizoen. Dat je al heel lang wist dat PSV de kampioen zou worden. En dit jaar dat je alles in eigen hand hebt en dat je op 1 doelpunt zeg maar, niet kampioen wordt.
Ja, dat is echt heel wrang. Zo wil je, je wil graag met een kampioenschap afsluiten. En, daar hebben we alles aan gedaan. En, Een beetje dood ongeveer. Ja, maar ik denk niet alleen ik. Ik denk dat elke supporter die Ajax lief heeft, is een klein stukje gestorven, denk ik. En dat moeten we proberen weer op te gaan bouwen. Maar, ja. Wijs je het wel aan die mindere energie? Nee, helemaal niet. Nee, dat wat ik net zeg. Wij hebben allemaal met de staf en al die anderen, of het nou medisch staf is, of de managers, of de vrouwen van de kantine, we hebben allemaal 100% inzet getoond. En, ja, dit is voetbal. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Bij, Van der Sar heeft het meegemaakt bij Juventus. Ajax heeft het al eerder een keer meegemaakt. En het is niet leuk om mee te maken. Dat kan ik in ieder geval vertellen. Dankjewel. Mag ik permissie nog één vraag stellen aan Miel? Laatste vraag, maar het feit dat het toch een club is waar ook altijd veel gebeurt, zeg maar, heeft dat ook meegespeeld in je overweging? Dat je denkt van, nou, misschien blij dat ik daar tussen aanhalingstekens vanaf ben? Nee, want ik weet zeker als ik naar een andere club ga, dat het ook altijd wel dingen zullen spelen. Natuurlijk, Ajax is een grote club en dus alles staat op de vergrootglas en dat is normaal. En ik denk dat ik daar me altijd heel goed heb van weten te distancieren of in ieder geval een plek hebben kunnen geven. Van rust. Nou, in ieder geval een plek heb kunnen geven dat het geen invloed heeft op mijn functioneren als coach. Yes, dankjewel. Frank, dankjewel hè, voor de mooie jaren. Hè. Ja, zeker. Ook wij gaan je missen. Dankjewel. Ja, kinderen zijn tieners. 21, 19, 21, 19, 21, 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